Bye. Succes. Dank je. Heb je even? Ja. Die meneer was de volgende. Dus ja, ik wacht. Ik neem het op. Dus. Ja. Klein eentje, want we zitten er heel erg tegen de zon in te draaien. Dat is een beetje lastig. Word maar uit, jongen. Ja, maar zo. Ja. Ook al zo bewapend, joh. Ja. Desiree van Beurzen. Ja, het is een... U had misschien niet gedacht dat het zou lukken, maar het is toch gelukt. Op het torentje een gesprek. Hoe was het? Nou ja, u zegt, ik ben nu in het suggereren. Hè? Van, u had gedacht dat het niet zou lukken. Ik ben iemand, ik denk graag om. Ik ga altijd uit van het positieve. Dus ik zal altijd kijken dat er geprobeerd wordt om toch een positief resultaat te boeken. Dus met het idee van, het gaat mij lukken om een gesprek te krijgen, ben ik dit gesprek meteen gaan en heb ik hem op de hand geschud. Ja. En dat is gelukt. Het is gelukt, inderdaad. Hoe was het? Dit is wel heel vervelend. Ietsjes dichterbij, verder af, want dan staat ook erg in beeld dan. Ja. Hoe was het gesprek? Nou, we hebben in ieder geval een heel respectvol gesprek gevoerd. Hij heeft goed naar ons geluisterd. We hebben onze standpunten kunnen vertegenwoordigen. Ik heb ook een tweetal brieven met mensen die mij hun persoonlijke verhalen hebben toevertrouwd kunnen overhandigen. Want iedereen weet, als je een brief stuurt naar het ministerie, dat wil wel een zoek raken. Of het komt niet aan, of je krijgt een afwijzing. Dus ditmaal kan ik in ieder geval toe zeggen dat het 100% is aangekomen. En dat de premier ook gezegd heeft dat hij het zal lezen. Het geeft dit vertrouwen, zo'n gesprek. Ja, ik heb ook aangegeven bij de premier dat het vertrouwen in hem en het kabinet beneden het vriespunt gedaald is. Dus de komende tijd zal gaan uitwijzen of daar enigszins een sprankje hoop in zit dat het vertrouwen terug kan komen in de politiek. Maar daar is wel heel wat voor nodig. En die wat is daarvoor nodig? Want u heeft natuurlijk een lang gesprek gehad, maar wat is wat u betreft het belangrijkste? Nou, de inspraak bij het volk, en dat hebben we ook uitvoerig besproken. En het mooie was dat de premier ook aangaf van, nou, we hebben een mooi begin gemaakt. Hè. En een begin suggereert een proces. En we hebben ook overeengekomen dat we na de zomervakantie nog terug gaan komen. Dus we zijn zeker nog niet uitgesproken met elkaar. Ja, maar dat is een beetje de kern van het gele hesjesprotest. Het volk wordt niet gehoord. Ja. Maar op welke manier? Op welke manier niet? Nou, bijvoorbeeld door het afschaffen van het referendum, hè, dat, gewoon, dat men gewoon maling heeft aan de mening van het volk. Maar ook als jij op een gegeven moment tegen problemen aanloopt en je probeert jij te wenden tot iemand in een wat hogere machtspositie, nou, de deur blijft gewoon dicht. Als je bedenkt dat wij vanaf 1 december buiten hebben staan schreeuwen, huilen, in weer en wind gestaan hebben, ik weet niet hoeveel protestmars hebben moeten houden om nu, bijna 5 maanden zelfs later, pas naar binnen te kunnen, nou, dat vind ik een kwalijke zaak. Dat toont gelijk aan hoe groot de afstand tussen burger en politiek is, en dat moet anders. Ja, tegelijk zal elke politicus zeggen, kunnen lang niet met iedereen praten natuurlijk. Nee, dat klopt, maar ze kunnen daar in ieder geval wel hun best in doen. En ze kunnen ook zorgen dat de mensen wat onder hen zijn, dus dan heb ik het over ministers, over wethouders, over burgemeesters. Ze kunnen wel zorgen dat daar ook de deuren open gaan. Dat daar gewoon een complete mindset verandering in komt. En dat men ook gewoon open dialoog met elkaar aangaat. Want we hebben gewoon ontzettend veel kundige burgers en mensen die willen bijdragen. Laat ze dat dan ook doen. Maak dan ook gebruik van wat de maatschappij te bieden heeft. Ja. U heeft een heel zwart boek, heeft u overhandigd met... ja, tal van kwesties die u opgelost wilt hebben. Wat is wat u betreft het belangrijkste? Nou, zwart boek, dat is uw benaming. Het is geen zwart boek, het is een manifest. Hè. Dat hebben we ook aangegeven. En daar staan een aantal zorgen in en een aantal situaties worden beschreven waarin het gewoon beleidsmatig helemaal mis is gegaan. Dat gaat de premier ook lezen. Hij is zich er ook van bewust dat alle media dit manifest hebben gekregen. Dus dat zet ook wel een beetje druk om het toch maar serieus op te pakken. En ja, wat wij belangrijk vinden, bijvoorbeeld zorg, inspraak, eerlijkere welvaartsverdeling. Dus ja, dat zijn wel zo'n beetje de punten. Dat, daar hebben jullie zelf afgelopen tijd ook het nieuws over gemaakt. Dus het is eigenlijk een beetje een vreemde vraag dat mij dat nog gevraagd wordt op dit moment. Nou ja, vraag het u ook, omdat zeg maar, de gele hesjes is natuurlijk een groep die wat... Ja, het is een hele brede groep. Soms is het een, soms de ander. Maar namens wie spreekt u? Namens de mensen die achter mij staan. En dat zullen ook niet alle mensen zijn, maar dat hoeft ook niet. Het idee van een democratie is dus juist dat je samen gaat werken. En dan hoef je het niet op ieder punt eens te zijn. Maar wat wel belangrijk is, als je het hebt over een samenleving, het woord samen zit er al in, dat je in gesprek gaat met elkaar. En dat je dialoog gaat voeren en samen gaat zoeken naar concrete oplossingen. En daar zullen ook af en toe compromissen bij horen. Dus nee, ik spreek inderdaad niet voor alle mensen van Nederland. Nou, zei een mevrouw die binnenkwam, zei ik gaf geen hand, want ik had geen respect voor hem. Maar toen ik wegging, heb ik hem wel de hand geschud. Ziet u ook die verbetering bij u, naar aanleiding van dit gesprek? Ja, ik ben iemand, ik schud altijd formeel de hand bij mensen. Het is ook een beleefde manier om iemand staande te houden natuurlijk. Dat, ja, wat ik bedoel is eigenlijk, is de relatie tussen u en de premier of deze regering door dit gesprek verbeterd? Nee, absoluut niet, want we hebben het nu met woorden gedaan, hè, en de daden zullen nog moeten volgen. En mijn mening gaat pas veranderen op het moment dat de feiten daarnaar zijn. Ja.
dan gaan we dat eens afwachten. Dank u wel. Ja. En tot die tijd gaan we nog even in 11 mei in Nijmegen ons laten zien en horen. En daarna in 1 juni in Rotterdam. Ja. Dus jullie zullen ons nog wel even tegenkomen. Dank u wel. Graag gedaan.